Vandaag gaan we weer langs bij onze grote villagervriend Bob. We willen hem namelijk om een gunst vragen, maar voordat we die krijgen, moeten we eerst een aantal raadsels oplossen. Het enige is, dit zijn natuurlijk niet je gebruikelijke raadsels. Vandaag gaan we naar onze grote vriend Bob toe. Burp. Burp. De reden is omdat onze stal, of tenminste het gebouw naast de stal, is gewoon nog steeds niet af. En wij krijgen zoveel berichten dat die gewoon mooi afgemaakt moet worden. Dat wij aan Bob gaan vragen om dat voor ons af te maken. Ja, en dat gedeelte van de, hoe heet het ook weer? De enchanting table en zo. Dat is ook echt... Ja, het mag allemaal een beetje mooi gemaakt worden. Ja, wij hebben hem gered uit die ondergrondse stad. Dus nu is het ook wat tijd, Bob, om iets terug te doen. Voor ons eigenlijk. Huh? Dus hij staat daar. Wat is dit nou? Bob? Zit hij ons op te wachten? Hallo? Mersha en Werther. Perfect dat jullie hier zijn. Burp heeft weer een nieuw idee. Oh nee. Een nieuw idee? Wat voor soort idee? Het is het beste idee van alle jungle eilanden. Ja, maar wat voor soort idee? Wat is het? Staat daar nou spulshow? Bob's spulshow. Bob, wat is het voor een idee? Het is een goed idee. Ja? Burp heeft een spulshow waar je mooie prijzen kunt winnen. De laatste prijs is een prijs naar keuze. Oeh. Hey, dat komt goed uit. Ja, oké, ik ben wel benieuwd. Hoe kunnen we meedoen? Vertel eens. Jullie eerste opdracht is mijn aardappel vinden. Huh? Hij is niet boven de grond, niet onder de grond, maar ook niet in de grond. Wacht even, gaan we nou... Een aardappel zoeken? Even duidelijk, hè. We hebben een publiek van vaak 50.000 tot 70.000 mensen die elke keer weer kijken naar onze video, elke maandag, woensdag en vrijdag. Gaan al die mensen nou kijken naar hoe wij een aardappel gaan zoeken van Bob? Oh ja, Bob, ja, tuurlijk. Oh nee. Ik probeer goede content te maken, jongens. Maar wacht, ik snap er ook helemaal niks van. Niet boven, niet in. Maar waar is dan zijn aardappel? Maar ook niet onder. Oh, wacht even, het is een raadsel. Oké. Is het een raadsel? Bob, ja. Oké. Het is niet boven de grond. Het is neert onder de grond. Toch, Bob? Oké. En het is... ook niet in de grond. In de lucht? Dat zou kunnen, dat opeens zo'n aardappel nu naar beneden Ik snap er niks van. Ik ook niet. Oh, Bob zit ook naar boven te kijken. Wat is dit, Bob? Ik dacht, we gaan even vragen of hij iets voor ons kan bouwen. Nou ja, tenminste, dat kan wel onze laatste prijs zijn. Ik ben ook wel benieuwd wat de andere prijzen dan zijn. Ja, ik ook. Maar moeten we het nu zoeken? Of ik snap er helemaal niks van. Ja, we moeten hem zijn aardappel brengen. Maar ik neem aan, als ik deze aardappel geef, Bob, is dit dan je aardappel? Is dat het raadsel? Nee. Oké, dus dit... Het moet echt zijn aardappel zijn. Misschien heeft grond er helemaal niets mee te maken. Niet boven, niet onder, niet in. Waar is geen grond, hè? In de lucht. Maar op? Nee, dat is ook boven de grond, toch? Ja, als je iets erop zet, dan is het boven de grond. Het is de grond? nou ja, ik zie hier geen aardappel. Is het niet... Wacht. Ik wil net zeggen, is het niet het water? Want water... Is boven de grond. Maar alles is boven de grond. Misschien is het iets wat dan niet grond is. Ik bedoel, iets wat boven de aarde zit. Dan ligt het niet op de grond. Of boven de grond. Nee, maar het moet een plek zijn. Ik denk dat hij niet een natte aardappel wil hebben. Ik denk wel dat we iets met het water of de lucht... Ik bedoel, het heeft niets met de grond te maken. We moeten het niet in de grond zoeken. En... Ja, ik denk dat water... Het is natuurlijk een soort van boven de grond, maar het is ook weer niet op de grond, weet je wel. Sinds wanneer Bob zo'n moeilijke spelshow? Ik weet het niet. Ik zie hier geen chest of zo. Ik neem aan dat hij zijn aardappel wel ergens verstopt in een soort van chest. Hebben we een hulplijn? 50-50. Is het niet... Misschien zit er nog een soort van een hint in de woorden... Boven. Kunnen we iets met boven maken? Oven? Oven. Bovengrond. Onder. Onder water. Waarschijnlijk is het onder echt water. Zoiets... Hey. Wat je...
Een oven onder water? Nee, gewoon onder water. Ja, het moet toch iets met het water zijn? Maar wat is... Water. Ja, het is niet in de grond, het is niet op de grond, het is niet onder de grond. Maar in het water. In het water. Maar waar is een plek waar je het in het water kan bewaren? Ik ben nu aan het zwemmen bij de boot. Oh, ik krijg damage. Oh nee. Oh nee, kom naar boven. Wat vind je van onze onderwaterbasis? Het is niet in de grond, want het zit ja, net op de grond of boven de grond. Het is in het water. Nou, laten we een kijkje nemen. Ja, het is het enige wat in het water zit. En in de lucht kunnen we sowieso niet komen. Dat is waar. En daar zijn we ook nog nooit geweest trouwens, in de lucht. Ja, laten we kijken. Waar ben jij nu? Ik ben nu bij de basis. En anders moeten we naar die boot. Want ook die boot, ja, die zit in het water. Oh, je bedoelt de grote piratenboot? Ja. Ah, dat is een goeie. Ik zit te denken, als je denkt aan boven de grond, dan denk je aan het zeespiegelniveau, toch? Dit is de grond. Dus ja. De ondergrondse basis is ook... Ja, onder de grond. Het is niet boven de grond. Nee. Maar het zit ook niet ondergrond. En het is, ja... Het is het enige wat ik kan bedenken. Zou die hier zijn? Zie je een aardappel? Oh, het is hier echt niet opgeruimd. Hé, er zijn de shop. Oh, die moeten we echt aanvullen trouwens. Ja, de kerstposter moet er ook in. Oh, nou jongens, helaas. Ik heb hem wel hier. Kijk er eens, deze komt binnenkort ook in de game. Vind ik tenminste, dat we die erin moeten doen. En ja, bij deze dan ook trouwens nog soort van laatste oproep voor als jij nog je trui wil scoren op Woutershop. Ik heb hem hier. De superleuke kersttrui van Jeb en Lily te halen op Woutershop.nl. Het enige is wel dat als je hem nu besteld hebben, al vaker gewaarschuwd. We weten niet hoe lang PostNL erover doet. Wij gaan ervoor zorgen dat alles verstuurd is. Sowieso aanstaande maandag versturen we alles wat in het weekend besteld is. Ja. En ja, dan moeten we duimen dat het op tijd komt. Maar ja, dat is natuurlijk waar we ook al heel lang zeggen, jongens. Op tijd bestellen. Maar dan weten jullie in ieder geval, je kan het nog halen. Er zijn nog een paar maten. Woutershop.nl. En hopelijk... Hey. Oh, wauw. Ik liep naar boven naar jou toe en ik zie het daar. Wow. Ja, het zit inderdaad niet in de grond. Jeetje, die is lastig zeg. Oh, het is ook echt Bob's aardappel. Nou, laten we hem meenemen. Wow. Jeez, dit is wel insane. Maar we hebben zijn aardappel. Het kon ook niets anders zijn, want het moest met water. Goed. Ja, dat je hier aan dacht. Daar was ik echt nooit op gekomen. Nou ja, het eerste waar ik aan dacht was het piratenschip eigenlijk. Maar ja. Dit was ook heel goed bedacht, Wouter. Wat een moeilijke spelshow is dit van Bob. Echt, ik wil niet weten wat de volgende opdracht is. Oh, krijgen we nog een opdracht? Ja, dat zal wel. Ja, hij zei dat er meerdere prijzen waren. Oh ja, dat is waar. Oh, wat zou onze prijs dan zijn? Ik weet het niet. Misschien een nieuw huis? Bob, we hebben de aardappel! Gevonden, Bob! We zijn aan het kijken. Hij is zijn eigen bord aan het kijken. Ja. Bob! We hebben hem! We hebben hem! Je aardappel! Gelukt! Yay! Mijn aardappel! Als bedankje krijgen jullie ook een aardappel! Oh, nee. Is dit... Oh, ik heb er wel twee gekregen. Hier, nee, ik deel met jou. Oké. Nou, Bob, fijn. Is dat de eerste prijs? Oké. Jullie volgende opdracht is de groene kist kiezen. In een kist zit wat goeds. Maar je mag allebei maar één keer kiezen. Oh, in één kist zit wat goeds. Uh-oh. Hmm. Maar wat zit er dan nog meer in? Een aardappel? Ik hoop het niet. Ik heb al genoeg aardappelen. Ik hoef niet eens aardappelen. Ik heb zelfs gebakken aardappelen, Bob. Nou, aan jou de eer. Jij mag de eerste kist openen. Oh, dat is het moeilijkste. Ik heb good vibes bij de middelste. Ja? Ja. Nou, maak hem open. Tel even af, dan ga ik tegelijkertijd openen. 3, 2, 1. Oh, nee. Dat is niet goed. Ik was er al bang voor, maar ik ben er wel blij mee. Dankjewel, Bob. Oké, okay, nou, Bob. Blij mee. Ik ben, zoals veel van jullie weten, linkshandig. Dus ik ga voor de linkerchest. Oké. Komt ie? In 3, 2, 1. Oh, man. Nou, dat dit laat ik erin liggen. Okay. Oh, ja, hij zit naar die te wijzen. Oh, is dat toch? Dit is de goeie. Wow! Nee! Die hebben we nu gemist? Wacht even, mogen we die nu niet? Oh, nee! Oh my, hoe is dit mogelijk?
Jeetje. Dit is... Oh ja, ik ben mijn zwaard kwijtgeraakt, zei iedereen in de comments. En omdat nu ik heb door je die nog cactus. Steeds niet. Jeez. Sharpness 4. Oh, nee. Oké, wat goed. Jullie hebben nu nog meer aardappels. Ja, ik heb nu heel veel aardappels, ja. Ja, ja, ik ben blij dat we hebben gewonnen. Of soort van. Zijn er nog meer opdrachten? Hoeveel zijn er überhaupt? De laatste opdracht is ook een goed idee. Volg mij. Oh, nee. Hoe bedoel je ook een goed idee, Bob? Als in dat de rest ook een goed idee was? Aardappel. Oh ja, ja. Oké. Okay. Nou, het wordt net zo'n goed idee als de andere. Oh, jongens. Nou, over goede ideeën gesproken. Morgen hebben we trouwens ook een heel goed en leuk idee. We gaan namelijk we gaan weer live. Om 1 uur zijn we live op dit kanaal. Dus als jij lekker wil kijken, als je bijvoorbeeld thuis zit en gewoon toe bent aan een beetje gezelligheid in je huiskamer of op je mobieltje, dan kan je om 1 uur intunen. Want wat gaan wij doen morgen? Minigames! Wij gaan minigames doen. Normaal hebben we 1 grote minigame met de arena. Morgen doen we het even anders. We gaan gewoon kleinere minigames doen op bijvoorbeeld Hypix of andere servers. Dus we kunnen jullie daar ook tegenkomen. We gaan leuke dingen doen zoals Build Battle. Dat soort leuke minigames. Dus als je dat wilt checken, kom morgen even langs. Pas op voor het vuur, Bob. Ja, pas op. En misschien weten jullie ook nog wel leuke games die we kunnen doen. Zeker weten. Misschien laat even weten wat je leuk vindt. Spelletjes of zo. Of moeten we Murder Mystery? Of ja, jullie kennen dat allemaal. Ja, precies. Wow, schaatsen. Woe! Oh, hij gaat hem door. Let's go! Eigenlijk had Bob mee moeten schaatsen met ons. Oh, dat zou cool zijn. Oh, hij gaat nog een ronde. Oh, wacht. Zullen we even de Hall of Fame doen? Bob, kunnen we daar eventjes langs? Ja, want ga jij lekker door steeds met schaatsen? Oké, we kunnen erheen. Want we moeten nog steeds maar het lieve kleurtje geven. En nog een rondje. Oh, nee. Even kijken, dat is hier, schatie. Ik heb alleen geen bordje. Oh, even kijken of hier... Ik heb Madelief heb ik al erop gezet, sowieso. Ik zou er nog even een kleurtje geven. Kijk, daar staat Madelief van de vorige aflevering. Maar deze aflevering hebben wij natuurlijk ook weer een winnaar. En ik heb hier ook nog een bordje voor Maisha. Of Mersha. Of Marsha. Of hoe Bob je ook noemt. Wie heeft er gewonnen? Vertel het ons. Rosaline. Rosaline. En zij heeft gewonnen. Want ze zegt, jee, de kerstboom staat tussen haakjes. Nog niet opgetuigd. Oh. Maar hij staat. Hij staat wel. Ja, we hebben het erg druk. We zijn met allemaal hele leuke dingen bezig. We zijn nu zelfs al bezig met allemaal dingen te plannen die pas midden volgend jaar gaan plaatsvinden. Allemaal toffe dingen komen eraan. En daardoor heb ik nog niet tijd gehad om mijn kerstboom te versieren. Ik moet dat wel sowieso voor de kerst doen. Ja, dat vind ik ook. Dat gaan we doen. Ja, we gaan ervoor zorgen dat er in ieder geval voor de kerst kerstballen in zitten of andere dingen die je in de kerstboom doet. Sliertjes. Maar we hebben hem in ieder geval speciaal voor jullie al opgezet. Dus dat vind ik ook wel wat. Ik geef nog even snel een kleurtje. Doe dat. Zo. Een blauw kleurtje. Kijk, dat begint toch mooi te worden, hè, die Hall of Fame. Cool, hè? Potverdorie. Nou, laten we snel naar Bob gaan. Ik ben benieuwd of hij nog steeds bezig is met schaatsen. Oh, dan zal hij wel duizelig zijn van de rondjes. Hij is nog steeds aan het gaan. Bob, waar gaan we heen? Bob, ja, inderdaad. Je zou ons naar een plek brengen. De laatste opdracht. Nou, ik zou het weer met aardappels te maken hebben. Oh, we gaan eronder. Oh, hij blijft op de baan. Bijna schaats hij af. Oh, man. Let's go. Hey, wat is dit? Wat is dit nou weer? Bob, ben jij dit? Jullie hebben 5689 minuten om dirt na te bouwen. Gelukt! Dan krijgen jullie een prijs naar keuze. Oeh. Wacht even, moet ik nu... Hoe moeten we dit nabouwen dan? Ja, moet ik nu een timer zetten, Bob, voor 5600... Ja, oké. Okay. Wanneer gaat dat af? Wacht even, dit ga ik even minuten... Oh nee. Naar uren. Ik ga... Naar hoe dagen. Lang... Naar dagen. Even kijken. Wee. Wij gaan van minuten... Oh, hij is nog steeds aan het glijden. Ja, dat wordt inderdaad dagen. Hoeveelheid? 5689 minuten. Dat is 3,95 dagen. Zo. Dus we hebben bijna vier dagen de tijd. Nou, dan is het kerst. Ja, nou, dan ga ik mijn timer zetten, Bob. Dat we in ieder geval op tijd zijn. Oh, die kan maximaal maar 24 uur. Oké, nou ja. Bij deze. Ik heb de timer aangezet, Bob. Wat?
Ik dacht, dit is een speed build battle. Niet de vier dagen. Oh, kijk, hier zit alles in. Oh jee. Oké. Gaan we het verdelen? Ja, laten we dat doen. Ik denk dat we sowieso eerst een hele achterkant van zijn hoofd kunnen bouwen. Want dat is... Hij heeft eigenlijk vrij weinig haar, hè? Ja. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoog. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inderdaad. Dus 6 bij 8. Waar maken we hem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maken we hem hier? Ik denk het. Oké. Dan past zijn neus precies erin, ja. Ja. Oh, jeetje. Oké, en dan 8 omhoog. 1, 2... Oh, wacht even. Doe je met de neus naar deze kant? Ja, dat kan op zich ook. Ja. 1, 2, 3, 4. Oh, dat is lekker veel tellen. Oh, ik ben nu al de tel kwijt. Zullen we wat doen dat hij een snotje uit zijn neus heeft? Ik denk dat hij dat wel kan waarderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oké, weet je wat? Wij gaan dit bouwen en jullie kunnen kijken naar hoe wij dit versneld bouwen. Want we hebben gelukkig 4 dagen ervoor. Tot straks! Even kijken, zijn hele hoofd staat. Ja, maar de rest is hier wel een beetje... Ja, er moet nog een groot voorhoofd op. Even kijken. Zo. No. Zo. Zo. Ja, dan mogen de ogen erin en een flinke wenkbrauw. Ja, die heb ik hier. Dan heb ik hier zijn ogen. Boop. En zo. Dit. En dan is het alleen nog... het wit aan de buitenkant. Zo. En zo. Hey, we hebben en volgens mij is het gelukt. Hij is Bob, goed, toch? We hebben het al gedaan in 0,005 dagen. Wow. Moet je kijken. Je like? Dat ben jij, Bob. Volgens mij is hij wel onder de indruk. Oh, hij moet de zijkant... Hij moet even goed checken. Natuurlijk. Ja, oké. Okay, dan loop door en even kijken. Oh, is hier... Daar had heel veel fout kunnen zijn, inderdaad. Natuurlijk. Ik zit wel grappen te maken, maar Bob kan veel beter bouwen dan dat wij dat kunnen. Ik vind hem wel mooi staan zo hier, met het zonnetje erbij. Ja, het ziet er wel vrolijk uit. We kunnen hem wel eventjes laten staan. Ja, toch? Wat denk je, Bob? Yay! Maar mooi! Welke prijs willen jullie? Nou, dat is eigenlijk überhaupt de reden waarvoor we naar je kwamen... voordat we een hele spelshow gingen doen... we willen namelijk naast onze stal en ook een beetje op de stal, willen we dat het afgemaakt wordt. Want jij hebt die stal gemaakt en ja, de rest eromheen kan eigenlijk diezelfde makeover gebruiken. Dus dat zouden we graag willen. Ja. De stal afmaken. Oké, dat gaat burp doen. Hey. Toppie. Oh, hij gaat super. Nu ook al meteen. Ga je nu al beginnen, Bob? Oh, hij gaat schaatsen. Oh, oké. Okay. Misschien gaat hij al bij Gerrit langs. Ja, precies. Jongens. We krijgen eindelijk onze upgrade van de stal. Zijn jullie blij? En morgen om 1 uur zijn we live. Klik ook nog op deze video om die te bekijken. En wij zien jullie volgende keer. Tot volgende keer, mensen. Ciao. Doei.